Tegels zetten die plaktegels op alle wanden en vloeren van badkamers, toiletruimtes, kleedruimtes, zwembaden, keukens. Het is gewoon van niks iets heel moois gaan maken. Een kale badkamer, behangende tegels. En het resultaat zien, dat is denk ik het mooiste van het hele beroep. En we werken veel met stof, dus een stofkapje, een oordoppel voor het slijpen van de tegels. Met vloersmeren de knielampen voor. Wat buiten op de helm op. En hier kan niks vallen. Ik ben van de PMBO afgekomen. Ben ik eerst gaan metselen, 4 jaar. Toen was ik 19. En toen ben ik dacht van of ik kan gaan werken. Of ik kan nog een opleiding achteraan doen. De tegelzetter heb ik achteraan gedaan. Opleiding van 2 jaar. Ik heb mijn 1 jaartje afgerond. Dat is 1 dag school, 4 dagen werken. En de praktijk moet je toch bij het leerbedrijf leren. En dat was allemaal een beetje de vaktheorie moest op school doen. Het is op zich geen zwaar werk. Alleen als je in de laagbouwwoningen zit, dan moet je specifiek kiep je om in de woonkamer. En dan moet je met emmetjes naar boven heen slepen als je moet vloeren smeren. Dat is zwaar werk. En dat gesjouw met de tegels steeds. Dan krijgen we de werkvoorbereider. Bij ons op kantoor krijgen wij een tegellijst. Daar staat in van tot welke tegels in welke woning moeten, tot hoe hoog die moet betegelen. Welke kleurvoeg, welke kleurhoekprofielen. Grote tegels. Toch wel grote tegels. En, of stroken helemaal in beeldverband maken. Dat vind ik echt leuk. Ruimtelijk inzicht moet je hebben. Je moet goed met tijdsdruk om kunnen gaan, want de bouw moet natuurlijk op tijd af. Je moet technisch inzicht hebben en je moet precies, heel precies kunnen werken.